morgen zal blijken of de FNV-spoorwegstaking volledig zal doorgaan. De NS-directie wil zoveel mogelijk stoptreinen laten rijden. Koning Juan Carlos en koningin Sofia van Spanje zijn vandaag in Amsterdam aangekomen voor een driedaags bezoek aan Nederland. Na de voorverkiezingen in Illinois maken Carter en Reagan de meeste kans op de kandidatuur voor het presidentschap van Amerika. Het kabinet gaat meer doen aan de scholing van buitenlanders en hun kinderen die in ons land wonen. Goedenavond. De spoorwegen draaien morgen op een nooddienstregeling. Maar het wordt steeds meer de vraag of de oproep van de vervoersbond FNV om morgen op de actiedag geen treinen te laten rijden, wordt opgevolgd. De actiebereidheid lijkt niet groot. En intussen probeert de NS-directie de werkwilligheid van het personeel te peilen. Erik Boshuizen was vanavond in het NS-hoofdkwartier. Hier in deze ruimte op het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht worden de treindienstschema's gemaakt. Hier probeert men zich ook met de dienstregeling voor te bereiden op de dag van morgen. Meneer Ploeguur heeft gezegd gisteren in onze uitzending dat wordt een soort van nooddienstregeling. Geldt dat nog? Ja, dat beeld is onveranderd. Wij zullen morgen een beperkte dienst rijden. Die bestaat voornamelijk uit de stoptrein. En in aanvulling al datgene wat mogelijk zal blijken. Kunnen de mensen ongeveer op de hoogte zijn wat er kan? Ja, wij zullen in de kranten morgenochtend een telefoonnummer publiceren voor algemene informatie. En daarbuiten kan men iedere uur na de nieuwsdienst in de rubriek verkeersmededelingen bijzonderheden over de treinen lopen horen. Veel hangt natuurlijk af van de al of niet werkwilligheid van de mensen. U zou dat proberen te peilen vandaag. Wat weet u er nu van? Wat ons gebleken is, dat bevestigt ook het beeld van gisteren, namelijk dat de actiebereidheid niet groot lijkt te zijn. We gaan er dus vanuit dat veel mensen morgen gewoon aan het werk zullen gaan. Ook NVV-mensen? Dat moet ik aannemen, ja. Als er nou meer mogelijk blijkt te zijn, wordt er dan meer gedaan dan een beperkte dienstregeling met stoptreinen? Dat zullen we dan ongetwijfeld proberen. Maar als de beslissing eenmaal genomen is om een stoptreindienst te rijden en verder uit te dunnen, dan is dat niet in onbeperkte mate mogelijk om de normale dienst uit te voeren. Maar zoals gezegd, wat in aanvulling mogelijk zal blijken te zijn, dat zullen we realiseren. Na de FNV-actiedag morgen gaat de Tweede Kamer aanstaande vrijdag over de loonmaatregel debatteren. De CDA-fractie heeft vandaag met vertegenwoordigers van de vakcentrales nog eens over die loonmaatregel gepraat. Eerst ontving men de Raad voor Middelbaar en Hoger Personeel. Daarna was het de beurt aan een FNV-delegatie onder leiding van Wim Kok en Wim Spit, voorzitter en vicevoorzitter. De federatie herhaalde hier dat de loonmaatregel uiteindelijk alleen maar tot een ongewenste loonexplosie zal leiden. Bovendien tast hij de onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging aan, zegt de FNV. Het CNV, dat had gezegd voor het debat niet meer met het CDA te willen praten, kwam later op de dag ook naar Den Haag. De enige boodschap die men het CDA wilde geven was dat de loonmaatregel moet worden afgewezen. Wat overige FNV-acties betreft dit. Op diverse fronten zijn werkgevers vandaag naar de rechter gestapt. Zo eist de directie van Van Nelle Lassie via een kort geding vandaag van de voedingsbond en FNV dat onmiddellijk een eind wordt gemaakt aan een blokkade door FNV-mensen van de toegangspoorten van dit levensmiddelenconcern. Volgens de Van Nelle directie wordt het nu een groot aantal werkwilligen onmogelijk gemaakt om aan de slag te gaan. De uitspraak is morgen. Verder hebben de metaalwerkgevers vandaag besloten om bij de rechtbank in Amsterdam in beroep te gaan tegen het vonnis van rechtbankpresident meester Borgerhoff Mulder. Deze bepaalde op 10 maart dat acties van bonden in bedrijven niet onrechtmatig waren. Deze FNV-acties gingen ook vandaag onverminderd voort. Personeel van de volgende bedrijven gingen vandaag in staking. Scheepswerf De Schelde in Vlissingen en Middelburg met in totaal 4000 personeelsleden. Scheepswerf Niehuis en Van den Berg met 650 man in Rotterdam. Ook bij twee distributiecentra in Zaandam en Tilburg van Albert Heijn kwam het werk stil te liggen. En verder hebben stakingen in de bouw zich vandaag uitgebreid in Leeuwarden, Deventer, Nijmegen, Den Haag en Apeldoorn. Morgen gaat ook het personeel van de VARA radio en televisie staken. Dat betekent geen VARA radio op Hilversum 4 morgen en geen VARA televisie via Nederland 1. Minister Albeda heeft vandaag brieven geschreven aan bonden en werkgevers. In een brief aan het CNV schrijft hij veel respect te hebben voor de houding van het CNV ten opzichte van het regeringsbeleid. Werkgevers en vakbonden kregen verder per brief te horen dat minister Albeda verwacht de loonmaatregel deze maand te laten ingaan. In Amsterdam zijn vanmiddag de koning en koningin van Spanje aangekomen voor een staatsbezoek van 3 dagen. Koning Juan Carlos en koningin Sofia arriveerden op het Centraal Station met de koninklijke trein na in Soesterberg te zijn geland. Ze kwamen uit Kopenhagen.
Op het perron begroeten koningin en prins het Spaanse koningspaar. Koning Juan Carlos werd in november 75 tot koning gekroond kort na de dood van generaal Franco. Prinses Beatrix en prins Klaus waren ook met de trein meegekomen. Na het inspecteren van de erewacht ging het gezelschap naar het paleis op de Dam. Daar zal het Spaanse koningspaar logeren. Koning Juan legde een krans bij het monument op de Dam. Morgen zal het koningspaar onder meer de nieuwe kerk in Delft bezoeken. Vanavond is er een galadiner. Vrijdag gaan koningin Sofia en koning Juan Carlos weer terug naar Madrid. Jimmy Carter en Ronald Reagan, dat zijn de grote winnaars in Illinois. Bij de voorverkiezingen voor het presidentschap in deze staat haalde president Carter ruim 2 keer zoveel stemmen als de democratische senator Edward Kennedy. Bij de republikeinen boekte Reagan een grote voorsprong op de man die eigenlijk als winnaar was getipt, John Anderson. George Bush eindigde als een verre derde. Wat de uitslag in Illinois betekent voor de koplopers in de race naar het Witte Huis, dat vertelt ons nu onze correspondent in Amerika, Haye Thomas. Als de grote industriële staat Illinois met zijn sterk gevarieerde bevolking een juiste graadmeter is, gaat in het najaar de strijd om het Witte Huis tussen president Jimmy Carter en de vaandeldrager van de Republikeinen, Ronald Reagan. En dat is dan precies wat Jimmy Carter het liefste ziet. Want hij gaat er helemaal van uit dat hij als zittende president en man van het midden de extreemrechtse en aardsconservatieve Reagan in de laatste etappe gemakkelijk beentje kan lichten. Vooral nu de Amerikanen elke week meer duidelijk maken dat ze absoluut niets voelen voor een tweede Kennedy in het Witte Huis. De senator houdt dapper vol dat hij tot het laatst toe in de strijd blijft, maar nu zelfs de traditionele Kennedy-aanhang onder het grote katholieke volksdeel van Illinois massaal voor Carter kiest, moet toch ernstig met een vroegtijdig einde worden rekening gehouden. Want als het beeld van de volgende week van Illinois wordt herhaald in New York en Connecticut, is Carters positie eigenlijk onaantastbaar geworden en rest de vraag wie nog een spaak kan steken in het wiel van zijn herverkiezing tot president. Ik roep onverdroot de liberale republikein John Anderson. Maar ook hij moet vanavond toegeven dat zijn thuisstaat Illinois hem niet heeft opgeleverd wat hij ervan verwacht had. John Anderson blijft er echter van overtuigd dat hij tenslotte toch het republikeinse geweten kan beroeren. Te meer nu alle opiniepeilingen blijven aangeven dat Reagan in de eindstrijd tegen Carter kansloos is. Ronald Reagan simply is not electable in November. President Ford has said so, and I agree with him. Here is a man who can be nominated by his party, but he cannot be neglected in November. Ik ben de enige die straks wel een kans heeft tegen de president, houdt Anderson vol. Maar of de ware republikeinen er tenslotte ook zo over denken, is op dit moment nog hoogst twijfelachtig. Vanuit de CBS-studio in Washington was dat onze correspondent Haye Thomas over de resultaten van de voorverkiezingen in Illinois. President Carter zal volgende maand in Washington afzonderlijk praten met president Sadat van Egypte en premier Begin van Israël. Carter heeft gisteren met zowel Begin als Sadat een telefoongesprek gehad. Het overleg van de drie heren gaat over het probleem van het Palestijnse zelfbestuur op de westelijke Jordaanoever en in de Gaza-strook. In Camp David was afgesproken dat de onderhandelingen over Palestijns zelfbestuur voor 26 mei moesten zijn beëindigd. Vandaar dit Amerikaanse initiatief voor het topoverleg. Steeds meer wordt duidelijk dat er afgelopen maandag bij vuurgevechten en bomaanslagen in El Salvador veel doden zijn gevallen. Volgens de regering waren het er 60, volgens ooggetuigen veel meer. Het aantal gewonden is onbekend. Maandag was in El Salvador een dag van algemene stakingen, uitgeroepen door de linkse oppositie. Die heeft in de hoofdstad zijn kantoren op het terrein van de universiteit, waar de politie niet mag komen. Universiteit en het terrein omheen zijn sinds begin deze maand door politie en leger afgegrendeld. Maandag braken schietpartijen uit. Er waren ook arrestaties, want niemand mocht het universiteitsterrein op of af. Er is binnen een onbekend aantal doden gevallen. Hetzelfde gebeurde in een fabriek die was bezet door de arbeiders. Een zwaar bewapende politiemacht viel er binnen. Ook hier werd geschoten.
De Amerikaanse fabriek was al enkele weken bezet door de werknemers die zowel meer loon en betere sociale voorzieningen eisten als ook een betere bedrijfsbeveiliging. De staking van maandag in El Salvador was niet totaal, zo reden er in de hoofdstad San Salvador nog wel bussen. Guerrilla-strijders probeerden echter het verkeer lam te leggen op een soms erg drastische manier. De gewelduitbarstingen van afgelopen maandag waren begonnen met bomaanslagen tegen het ministerie van Landbouw in de hoofdstad, maar ook in de kantoren van het landbouwministerie in het hele land. Aangenomen wordt dat het aanslagen waren van rechts, dat zich verzet tegen landbouwhervormingen, waarmee de regerende junta van El Salvador begin deze maand startte. Land van de veelbezitters wordt verdeeld onder de kleine boeren. Opzet is een burgeroorlog te voorkomen. Maar het tegendeel lijkt het geval. De boeren vertrouwen het niet en het gevolg is meer geweld. Volgens Amnesty International hebben regeringstroepen deze maand honderden boeren vermoord. Overigens zegt de regering dat de doden die deze week zijn gevallen de slachtoffers waren van de agressie van links. Links probeert martelaren te kweken, zegt de regering van El Salvador. De Italiaanse premier Cossiga heeft vanochtend in het parlement meegedeeld dat de socialisten en republikeinen zijn christendemocratische minderheidsregering niet meer steunen. Cossiga trekt daaruit de consequentie dat hij het ontslag van zijn kabinet aanbiedt. Dit betekent de 39ste kabinetscrisis sinds de oorlog. Hierover nu onze correspondent Fred Foppen. Eerste minister Francesco Cossiga heeft vanochtend in het parlement gezegd dat hij niet meer op een parlementaire meerderheid kan rekenen, vandaar dus zijn ontslag. Dat er natuurlijk al dik in zat na de zwaai naar rechts van het Christendemocratische Partijcongres van de afgelopen maand. Met 39 kabinetscrisis, of 40, want zelfs de Italianen zijn een beetje de tel kwijtgeraakt, hebben de Italiaanse regeringen dus geen last van te veel zitvlees. Eerste minister Cossiga heeft heel nadrukkelijk tijdens de verklaring vanochtend in het parlement niet gesproken over de eigenlijke reden van deze kabinetscrisis, de deelname van de communistische partij aan een regeringscoalitie. De Christen-Democraten willen daar absoluut niets van weten. De andere linkse partijen willen wel regeringsverantwoordelijkheid voor de communisten, maar toch het liefst zonder communistische ministers. Over dit fundamentele politieke probleem is in de afgelopen 8 jaar tijd al 3 keer vervroegde algemene verkiezingen gehouden. President Sandro Pertini zal, zoals gebruikelijk, Cossiga wel de eerste formatieopdracht geven, maar hoe deze kabinetscrisis opgelost moet worden, weet niemand. Een sprong in het duister noemt men het. Iedere partij sluit eigenlijk samenwerking met de ander uit. Vandaar dat nu alweer gesproken wordt over vervroegde algemene verkiezingen. De politieke chaos is dus weer opnieuw compleet en deze wordt nog verergerd. Nu, nog geen 2 uur geleden, de 3de rechter in 4 dagen tijd door terroristen is doodgeschoten. Het onderwijs in ons land gaat meer aandacht geven aan mensen die tot de zogenoemde culturele minderheden horen. Dat zijn de buitenlandse werknemers, Surinamers, Antillianen, Molukkers, Zigeuners en vluchtelingen die naar ons land zijn gekomen. Minister Pais heeft dit vandaag aangekondigd in zijn voorlopig beleidsplan voor onderwijs en culturele minderheden. Momenteel zitten er ruim 80.000 buitenlandse leerlingen op kleuter- en lagere scholen. Van de volwassen buitenlanders zijn waarschijnlijk 50.000 tot 90.000 analfabeet. Minister Pais wil allerlei maatregelen treffen in gemeenten met grote groepen culturele minderheden. Er worden 235 extra leerkrachten ingezet en in sommige wijken zullen huiswerkklassen voor de minderheidsgroepen komen. Verder zal ook de opleiding van de Nederlandse leerkrachten worden aangepast, zowel op de pedagogische academies als via her- en bijscholing. Bovendien zullen er buitenlandse leerkrachten uit het land van herkomst hierheen worden gehaald. Om het analfabetisme te bestrijden komen er onder meer opvangcursussen Nederlands voor mensen die net in ons land zijn aangekomen. Hans Hille vroeg minister Pais of dat op den duur allemaal wel betaalbaar is. Het is natuurlijk een enorm probleem. We beschouwen het als een zeer belangrijke prioriteit. Want als het ons om gaat om alle kinderen in Nederland gelijkwaardige ontwikkelingsmogelijkheden te geven, moeten we ons wel realiseren dat we hier vaak met kinderen te maken hebben die in de moeilijkste omstandigheden verkeren. En omdat we dit zo belangrijk vinden, dat alle kinderen in Nederland gelijkwaardige ontwikkelingskansen krijgen, hebben we in de afgelopen 1-2 jaar, ondanks ons geldgebrek, beduidende extra middelen hiervoor ter beschikking gesteld.
en ook extra mankracht. U gaat bijvoorbeeld ook buitenlandse onderwijzers aantrekken. Ik dacht dat de lijn was van de regering, we gaan geen buitenlandse werknemers meer hierheen halen. Ik geloof niet dat het juist is. Er is sprake van dat in de afgelopen periode heel wat van deze leerkrachten, buitenlandse onderwijskrachten, naar Nederland zijn gekomen. Het zal voor een beperkte periode nog nodig zijn om daar een verder beroep op te doen. Maar, zoals ik al zei, wij proberen hier zelf de onderwijskrachten op te leiden in Nederland, ten einde met de tijd inderdaad voor een groot deel in de eigen behoeften te kunnen voorzien. Het plan zal nu naar de organisaties worden gestuurd die zich met culturele minderheden bezighouden. Eind van dit jaar moet de definitieve opzet rond zijn. Minister Peijs zal het bestuur van de stichting Proefprojecten Open School vragen om de ontslagen voor 262 medewerkers ongedaan te maken. Voor allen waren al ontslagvergunningen. De minister heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs. Daar werd de regering verzocht om het werk in de 14 bestaande projecten tot augustus volgend jaar voor te zetten. Een motie van die strekking was ondertekend door CDA, VVD, PvdA en D66. Minister Ginjaai van Milieu wil meer bakken voor afvalglas. Deze week zal aan alle gemeenten in Nederland worden gevraagd om, als dat nog niet het geval is, containers neer te zetten waarin iedereen zijn lege flessen kwijt kan. Er staan al containers voor glas in 300 gemeenten in Nederland. Het ideaal zou zijn 1 container per 2000 mensen op een goed bereikbare plaats. De minister vindt ook dat de gemeenten duidelijk moeten aangeven waar de bakken te vinden zijn. Maar groot belang is wel dat er alleen glas in terecht komt, geen doppen dus of deksels. Oud glas kan in principe steeds opnieuw worden gebruikt na een speciale behandeling. Een belangrijke besparing dus van energie en grondstoffen. Een voordeel voor de mensen zelf is minder zware of kapotte vuilniszakken. En daarnaast is er het voordeel dat als de inzameling van glas slaagt, de kosten bij het scheiden van huisvuil aanzienlijk zullen dalen. In zijn brief aan de gemeenten doet de minister de aanbeveling alleen glas in de bakken te gooien tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. Dit in verband met de geluidsoverlast voor de omwonenden. De hoofdpunten nog eenmaal. Op de door de FNV uitgeroepen spoorwegstakingsdag morgen wil de NS zoveel mogelijk stoptreinen laten rijden. Het Spaanse koningspaar is voor 3 dagen in ons land. Carter en Reagan lijken nu de hoogste ogen te gooien naar de kandidatuur voor het presidentschap. Het kabinet wil de scholing van buitenlanders in ons land verbeteren. Het weeroverzicht. Het was vandaag ongeveer 8 graden te koud voor de tijd van het jaar. Vanmiddag was het in Zuid- en Oost-Nederland maar 1 graad boven nul. Zon was daar niet te zien en er viel wat heel lichte sneeuw. In het noorden van het land was het rond de 3 graden en daar scheen vooral vanmiddag de zon. Er was veel wind. Aan de Waddenkust vanochtend zelfs stormachtig uit noordoost tot oost. Ook in Engeland en Scandinavië is het koud en in Zuid-Engeland viel wat regen en sneeuw, terwijl het in Zuid-Scandinavië midden op de dag nog vroor. Frankrijk, Zuid-Duitsland en Zwitserland waren veel warmer, rond de 12 graden. En in Zuidwest-Frankrijk scheen de zon en werd het 14 graden. Dat werd er ook in Spanje, Italië en Joegoslavië, maar daar viel wat regen. Morgen houdt bij ons het koude weer nog aan. Er blijft veel bewolking, maar sneeuw van betekenis wordt daaruit niet verwacht. En er zijn ook weer enkele opklaringen mogelijk. Vannacht wordt het ongeveer min 2 graden en morgenmiddag rond plus 3. De wind blijft noordoost tot oost, vrij krachtig en aan de kust eerst hard. En dat alles terwijl morgenmiddag om 10:10 de lente officieel begint. Maar de vooruitzichten voor vrijdag en zaterdag zijn dat de temperatuur later gaat stijgen tot ongeveer 7 graden. Dat wil zeggen op zaterdag. En daarbij zal er dan wel af en toe neerslag vallen. Maar morgen is het weer dus nog ongeveer hetzelfde als vandaag. Einde van dit journaal. Goedenavond.